Hallo, mijn naam is Karen Menne, van jongs af aan fanatiek volleybalster, nu krachttrainster bij Pilpush Dames 1 in de Eredivisie en Pilpush Heren 1. Vandaag een HIIT workout, High Intensity Interval Training, om lekker aan de conditie te werken en deze keer met een volleybal en volleybalvormpjes. Wat gaan we doen? Zometeen hebben we 3 oefeningen. Die doe je 50 seconden, telkens heb je tussendoor 10 seconden rust. Nadat we het rondje 2 keer hebben gemaakt van die 3 oefeningen, is het tijd voor een slokje drinken en dan komt er een nieuw blokje. Wat gaan we zo meteen doen? Eerste oefening, tegen een muur, onderhand spelen. Dus nog rustig, op de plek. Je kan elke keer wisselen, elke voetje voor hebt, met een fijne verplaatsing erin. Dus rustig even weer dat balgevoel. Yes, 50 seconden. Dan neem je de bal mee. Russian twist. Rechte rug, navel iets ingetrokken, met gestrekte armen, tikje naast je. Gaat die goed? Mogen de voeten omhoog. Dus 50 seconden, de Russian twist. En de derde oefening, de blokkade. Dus je maakt hier een bloksprongetje, zijwaarts aansluit pas, weer een bloksprongetje. Eerst conditioneel gericht, als je liever een kruispas maakt, is dat ook prima. Gaat even om het stukje conditie. Yes, let's go. Die 3 oefeningen. 2 rondjes. En dan volgen de nieuwe. Muziek iets harder. Als die meewerkt. Yes. 3, 2, 1. Let's go. Daar gaat ie. Dus tegen de muur. Onderhand spelen. 50 seconden. Bewegelijk op je voeten. Hou die controle, hou die focus. Af en toe wisselen van bevel, dat is geen probleem. Goed zelfs, krijg je een beetje beweging erin. 20 seconden ongeveer. Netjes, hou vol. Prima.
inspiratie. Yes, volley.
maximaal tempo. Kom aan. Half minuutje nog.
je voeten stel. Snel verplaatsing. Drie, twee, één, let's go! Daar gaat-ie! Surf!
Hey, Jess! Hello!
beginnen we zo aan de laatste ronde. Dat kan weg. Maak even een lijn van iets. Kan bijvoorbeeld een handdoek zijn die je dubbel vouwt. En die leg je als lijn op de grond. Laatste ronde. Bij de lijn, kan trouwens ook gewoon een tegenlijn zijn, ga je knieën heffen. 5 keer knieën heffen, dan spring je over de lijn heen. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. Snel voetenwerk. Yes? Tweede, aanval tegen de muur. Dat zijn iedereen vaker gedaan. Excusez-moi. Met stuit. Aanvallen tegen de muur. Als je wat meer ruimte hebt, ga je wat meer tempo en gewoon meer kracht. Anders is het meer op controle. 50 seconden. En de laatste. Aanvalspas. Links, rechts, links. Jump. Links, rechts, links. Jump. En gelijk door. Yes? Maximaal. Die laatste ronde. Woe! Muziek gaat eraan. Kom op, en knallen. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 5 keer knieën. Kort. Krachtig contact. Let's go. Ready. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Jump. Hoog tempo. Komt contact. Let's go. Afval. Laatste loodje. 13 seconden nog. Knie hoog. Nog 5 seconden. Laatste paar. Oké. Ballen erbij. Ballen slaan tegen de muur. Daar gaat ie. Continu snel te houden. 20 seconden nog.
En die knieën op. Wat zwaar, hè? Ga door, ga door. Laatste loodje. Come on. Yes. Balletje erbij. Lekker. Aanval tegen je knieën. Wie weet, tot ziens. Doei doei!